bijvoorbeeld Pia Dijkstra, D66-Kamerlid, kiest voor een paardenmiddel om mensen actief als donor te registreren. Terwijl je met een referendum bijvoorbeeld ook kan laten zien dat als je het er maandenlang over hebt, dat je dan ook heel veel mensen bereikt die een keus maken. Omdat het paardenmiddel valt wel mee, want in de meeste ons omringende Europese landen is het systeem dat D66 nu voorstaat. Niet in de meeste. In België en Luxemburg komt het voor en in Spanje ook. Maar dat is hier in de buurt zo'n beetje het enige. It's the one and only Ego Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm hopping with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah.